kom hier naartoe en ik vraag aan jou, waar gaan wij dan die gulp neerzetten? Want dat is de vraag. Dan moet je me van tevoren volgende keer bellen. En dan zeg je, ik wil dit vragen, krijg ik daar redelijk antwoord op. Maar had ik gezegd, nee, daar krijg je dan geen antwoord op. Ik bedoel, hij kan ook Auspoetsen spelen. Kan hij ook, Dan lig jij eruit. Ja, maar dan speelt hij niet bij zijn club. Nee. En dan heb ik genoeg gezegd. Nee, maar dan zegt Dickie, hey Ronald, wat vind je ervan? Dan zit Ruudje gewoon even lekker Auspoetsen. Ga jij lekker voorstopperen? Voorstopperen? Nou, vind jij toch zo lekker, hoor, achter zo'n man aan, hoor. Ja, heerlijk vind ik dat. Dan zeg ik van, zoek jij dan een goede voorstopper? Ruud in de spits, dat is dus de meest logische oplossing voor het geheel. Ja? Nou, daar wordt over gesproken in Nederland. Ja, natuurlijk. Goed. Dat vind jij ook? Zo veel mogelijk moet je altijd mensen op zijn plekje neerzetten waar ze bij een club ook spelen. Oké. Waar speelt hij nou in godsnaam met zo'n doorje? Waar speelt hij dan? Is het een vrije rol of zo? Ja, met een beetje voorin daar. Een beetje voorin? Ja, een beetje zwerven. Zwervend beetje, voorin? Ja, een beetje vrije voorin. En dat zou je dan het liefste met hem willen... Ja, doen in het Nederlands elftal. Dat zou jou een goede oplossing lijken. Dat zou mij wel een goede oplossing zijn, ja. Ja? Hebben we überhaupt nog een mening over het gedoe met Cruijff? Ja, dan ga je lachen. Dan ga je lachen. Ik heb er wel een mening over. Wie heeft de grootste fout gemaakt volgens jou? Zeg het maar. Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, maar het loopt al van december. Ja, het is een... Dat, ik maar, kan me, ik kan is me herinneren... Beetje, maar dat is ik kan ook... Me... Ik kan me herinneren dat jij in december, geloof ik, was. Ja. Eind november, begin december, hadden we het er ook over. Ja, toen zei ik, wie moet er mee? Ja, toen zei jij, wie moet er mee? Toen zei jij, advocaat moet mee, zei jij. Ik vind het zo moeilijk, want je stoot altijd. Toen later, toen ging jij dat even wijzigen. Toen zei je, nee, Cruijff moet mee. Ja. Maar nou gaat Cruijff weer niet mee. Dus nu moet jij ook... Dus moet advocaat mee. Dan moet jij je standpunt... Dan moet jij je standpunt dus weer wijzigen. Dus dat gaat niet. Ik vind het is wel een beetje waar, maar het is altijd een probleem. Het liefste zeg ik ook altijd gelijk wat ik denk en wat ik vind, maar dat kan niet altijd. Dat is het moeilijke ervan. Jij zou het leuk vinden. Nee. De mensen zullen het leuk vinden, maar het kan niet altijd. Nee, dat vind ik eerlijk. En als ik dan een Cruijff als trainer heb bij Barcelona en ik werk perfect met advocaat met Engels elftal. Ja. Ja, als je gauw voor iemand kiest, dan laat je de ander vallen, hebben ze het gauw het idee. En dat is niet waar. En dat is het moeilijke ervan dan. Vandaar dat jij ging bijdraaien even. Vandaar dat ik dacht van, ja, ik zal ze een beetje allebei te vriend houden. Dat vind ik ook een beetje gelul dan. Dat ze dan zeggen, nou, Cruijff gaat niet mee. Dus het Nederlands elftal kan geen wereldkampioen meer worden. Ik vind dat iets allemaal... Je moet toch in het veld doen. We gaan met Dickie. We gaan met Dickie, ja. Jij bent toch wel blij met Dickie? Ik ben wel blij met advocaatje. Ja. Jawel, want ik vind dat het... Mag jij geen Dickie zeggen? Nou, nee. Nee? Nou, dat mag misschien wel, maar... Nou, dat weet ik niet. Je moet altijd een beetje respect voor een trainer hebben. Dus ik moet ook advocaat gaan zeggen? Vind jij? Ik vind dat jij... Ik vind, als jij zegt Dickie, vind ik een beetje negatief klinken. Dus ik moet advocaat gaan zeggen? Jij moet gewoon Dick of advocaat zeggen, ja. Okay. Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande tussen de KNVB en de spelers over de premies bij het wereldkampioenschap. 4 ton, hè? Hebben jullie gevraagd, hè? Je bent goed geïnformeerd, Harry. Ja. Is het echt zoveel? En de KNVB, die wilde maar 2 geven. Ja. Dan hebben we toch een gat van 2 ton, lijkt dan mij nog. Dan heb je goed uitgerekend, maar een gat van 2 ton, ja. Klopt dat? Ja, ik denk dat het een beetje, wij een beetje naar beneden en de KNVB een beetje omhoog gaan. Nou, zullen we dat nu gelijk even doen? Zullen we dat nu doen? Ja, ik ben KNVB en jij bent namens de spelersgroep. Goed, we zitten met een gat van 2 ton. Jullie willen er 4, KNVB wil er 2. Nou, zeg het maar, waar komen we dan op uit? Ja. Nou? 3,5. Ja, dag. Hoe kom je daar nou bij? Nee, 3,5. Jij vraagt mij waar we dan op uitkomen, dan zeg ik 3,5. Ja, maar ik ben KNVB nu in dit geval. KNVB verdient zoveel van die WK-man. Ja, maar ik ben KNVB in dit geval. Ze moeten eens realiseren dat ze... En dan moeten ophouden over geld, Harry, want je weet hoe dat werkt in Nederland. Hoe werkt dat dan? Ja, dat weet je toch wel. Ja? Dit dubbeltje is dan toch te veel wat er verdiend wordt. Zijn de Nederlanders zo? Ik denk best wel dat de Nederlanders zo zijn, ja. Maar als ik KNVB was, dan zou ik zeggen 2,75. Dan zit je hetzelfde als ik. Ik ga iets te hoog, maar jij gaat er weer iets te laag onder het gemiddelde. Nou, dan mag jij weer een tegenbod doen. Jij bent nu aan zet. Ja, deze laten we stoppen. Jij bent nu aan zet. Laten we stoppen.
Zullen we het dan afmaken op 3 ton of 2,95? Ga nou akkoord met 2,95. Ik ga niet mee. Laat je niet gek maken. Want die KNVB gaat er geen 4 betalen. Die ken je toch? Die ken ik, ja. Dat is een centenneukers, man. Niet doen. Hé. Hey. Volgende onderwerp, maar. Vind je het geen prettig onderwerp? Jawel, je moet overal over kunnen praten. Maar je moet er niet, want we zijn... We zijn eruit. We zijn eruit. 2,95, oké.